Ze bij Samson, dat is een monumentaal pand uit de 18e eeuw, gelegen aan de Wagenswegstraat 22. Het pand is onderdeel van de historische binnenstad van Paramaribo, welke sinds 2002 door UNESCO aan de werelderfgoedlijst is toegevoegd. In januari 2021, dit jaar dus, werd de stichting Elisabeth Samson eigenaar van het pand. De stichting Elisabeth Samson heeft tot doel het beheren, bewaren en conserveren van roerende en onroerende goederen die voornamelijk verband houden met het leven van Elisabeth Samson en die toegankelijk maken voor het grote publiek. Kort geleden heeft de Kirpelani Stichting een symbolische cheque ter waarde van $25.000 aan de stichting Elisabeth Samson Huis overhandigd. Maar het is nog lang niet genoeg, hebben we gehoord. Mevrouw Cynthia McLeod, misschien is het goed als u een beetje dieper ingaat op de stichting Elisabeth Samson. Elisabeth Samson Huis. Huis. Ja, zo heet die stichting. Ja, deze stichting is opgericht echt met dit doel, hè, om dit huis te behouden voor de Surinaamse gemeenschap. Het is namelijk zo, kijk, dit gebouw is een van de monumentale gebouwen. En het zou dus op de werelderfgoedlijst staan, maar die werelderfgoedlijst grens, die UNESCO driehoekgrens, loopt door de Klipstenenstraat. Dus dit huis is net 150 meter voorbij die grens. Begreep je? En daardoor kwam het eigenlijk niet in aanmerking voor restauratie wat de overheid gaat doen met die andere gebouwen. Maar Elisabeth Samson is zo'n markante figuur in onze geschiedenis. Niet alleen in onze geschiedenis, gewoon in de geschiedenis van slavernij en de wereldgeschiedenis. Dat het heel bijzonder is dat deze persoon in Suriname is geboren en in Suriname heeft gewoond. En alles wat ze gedaan heeft in Suriname is gebeurd. Maar dat we weten dat zij dit huis heeft laten bouwen en dat zij hierin heeft gewoond. En toen dus duidelijk was dat de overheid eigenlijk dat gebouw best zou willen verkopen, toen hebben we alles in het werk gesteld om het gebouw te kopen. Want ik was al veel langer bezig om het beheer over het huis te krijgen. Eigenlijk al vanaf het ministerie van Arbeid eruit is gegaan. En dat is nou 9 jaar geleden. Ja. Ja. Nou, dus ja, het is gelukt om het te kopen van de overheid. En we gaan het dus inderdaad. Het ziet er heel erg uit. Het is verschrikkelijk achteruit gegaan. En we gaan het dus restaureren. En dan weer helemaal inrichten zoals het was bij haar. Tenminste de benedenvloer. Gaan we inrichten zoals het was bij haar. En we gaan ervan maken een Elisabeth Samson Museum. Waar dus mensen kunnen komen en zien en lezen en horen het verhaal van Elisabeth Samson. Wie ze was en waarom. Hè? En behalve dat, het is een prachtig gebouw, gaan we in dat gebouw nog meer dingen doen. We gaan op de bovenverdieping gaan we een hele mooie zaal maken. Waar men concerten kan hebben en literaire avond of seminars. En helemaal boven maken wij het arbeidsmuseum. Want dit gebouw is ook bijna 60 jaar het ministerie van Arbeid geweest. En dan gaan we laten zien in dat arbeidsmuseum hoe de factor arbeid is geweest in de Surinaamse geschiedenis. En hoe de Surinaamse mens van slavenarbeid is gegaan tot waar we nu zijn, met vertrouwen in eigen kunnen en staatsolie en zo. Dus dat gaan we dus daarboven laten zien. En dus met dit mooie gebouw gaan wij de geschiedenis van Suriname en de Surinaamse mens gaan we zichtbaar maken, want we weten veel te weinig over onze geschiedenis. En wanneer mensen heel weinig weten, dan krijgen mensen ideeën die zijn ingegeven door mythen en stereotypen. Hè? Terwijl je moet weten hoe het was. En onze geschiedenis is bijzonder. En ja, het is ook een attractie. We willen toch toeristen hebben, we willen toeristen aantrekken. Elisabeth Samson, de naam en de faam is al over de wereld verspreid.
toeristen gaan komen. Dit gaat een geweldige toeristische trekpleister zijn. Ja. Trouwens, de hele binnenstad van Paramaribo. Kijk, we staan, gisteren was dat item, World Heritage, dat we op de UNESCO werelderfgoedlijst staan. Je krijgt geen geld van de UNESCO. Maar het is het prestige dat ervan uitgaat. Jouw stad staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Mevrouw, begreep goed. Steden, er zijn geweldige steden in de wereld. Ja. Wij gaan nooit kunnen competen met Parijs of met New York. Maar we hebben iets dat bijzonder is. Dat is die binnenstad met die oude koloniale gebouwen. Dat maakt ons bijzonder. Nou, dat moet je koesteren, dat moet je mooi houden. Hè? Dat gaat toeristen aantrekken. Ja, want zoals het huis van Elisabeth Samson zijn er meerdere van dit soort gebouwen. Ja, ja, ja. Er zijn, in die UNESCO-driehoek zijn er veel van deze gebouwen. En het spijt me dat ik het moet zeggen, maar ik moet het wel zeggen. Opeenvolgende regeringen hebben het nagelaten om die gebouwen te onderhouden, waardoor sommige, en zelfs veel, er heel slecht aan toe zijn. Mm-hmm. Net als het Elisabeth Samson huis. Kijk hoe verschrikkelijk het eruit ziet. Zo zit het er nu uit. Ja. Maar er zijn mooie plannen. En nu hebben we dus, we laten het even aan de kijkers zien, zodat ze een beetje een beeld hebben. Dit is hoe het er nu uitziet. Zo kennen we het als het ministerie van Arbeid ook. Ja. Is de indeling nog steeds precies hetzelfde? Zoals als bij Elisabeth? Nee. Het huis op zichzelf is ook totaal wel veranderd. Want bij Elisabeth had het niet zoveel verdiepingen. Dat één verdieping minder. En het is zo hoog geworden toen, nadat zij is overleden, is het van een neef van haar geworden. En later is het zo groot geworden. Maar dat gebouw op zichzelf heeft ook een hele bijzondere geschiedenis. Mm-hmm. Want, en dat is op zichzelf ook mooi, Elisabeth heeft in dat huis gewoond met haar partner en later de wettige man. Later was het van een neef van haar en nog van iemand anders. Toen is het gekocht in 1821 door het Surinaamse gouvernement. En toen is het geworden in dit gebouw. Kijk, we hebben de schoolplicht gekregen in 1876. En de eerste, dus dat alle kinderen naar school moesten gaan, hè? Ja. De allereerste openbare school is in dit huis begonnen. Oh, dat wist ik dus ook niet. En de neef die in dat huis had gewoond was een hele ontwikkelde man. Hij was dokter in de beide rechten en hij moest allerlei rechtszaken regelen en zo. Nou, rechtszaken. Eerste onderwijs, algemeen onderwijs, is in dit gebouw begonnen. Okay. En nadat het te klein was voor de openbare school, is het een ULO-school geworden. Daarna is het gebouw geworden van de burgerlijke stand. Dus iedereen moest zich daar gaan registreren voor alles. Ja. En in 1954 is het ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting, Sociale Zaken en Volkshuisvesting geworden. Ja, dus die veel doeleinden gehad. Ja. Dus zo'n gebouw op zichzelf, de geschiedenis is ook heel bijzonder. Elisabeth Samson, de geschiedenis is ook heel bijzonder. En dat moet je dus laten zien aan mensen. Ja. En mensen gaan graag dit willen zien. Ja, dat is heel interessant. Dit is trouwens hoe het gebouw eruit moet gaan zien. Ja, als het helemaal gerestaureerd is. Ja. Is er een streefdatum? Ja, mevrouw. De restauratie gaat ongeveer 2 jaar duren. Inrichting. Dus we hopen dat het op 1 juli 2023, wanneer we 160 jaar afschaffingsslavernij vieren, dat het dan helemaal klaar is. Geweldig. We zijn nog steeds in gesprek met mevrouw Cynthia McLeod over de Stichting Elisabeth Samson Huis. En we hebben dus al een gedeelte van het gesprek gehad. Maar ik was dus heel erg benieuwd, want u heeft het zojuist gehad over de inrichting van het gebouw. Dat jullie dat dus weer als hoe het was zullen doen wanneer het eenmaal zo ver is. Maar u was toen nog niet in leven, dus hoe weet u precies wat er in dat huis was? Nee, ik was nog niet in leven, want het is bijna 300 jaar geleden. Ja. Maar, ik zei,
ik heb meer dan 12 jaar onderzoek gedaan in archieven ja. naar Elisabeth Samson en alles van haar. En ik heb onder andere gevonden de hele inventaris van dit huis. Oh. Dus ik weet precies hoe dit huis was ingedeeld. Die vloer, hoe het helemaal was ingedeeld. En ik weet precies wat er in elke kamer was. En ja. precies ook van elke kast, wat er in die kast was. Dus ik kan het helemaal, helemaal... We kunnen het helemaal inrichten zoals ja. het was. Want ik heb alles op papier. Ja? Dat is dit. En sommige dingen gaan we natuurlijk niet meer kunnen vinden. Nou, toen ik het vond, wist ik van sommige dingen niet eens wat het was. Ja. Ik moest gaan opzoeken in woordenboeken, mensen laten vragen. Ik heb dit gevonden, wat is dat? Huh? Nou, dan bleek het misschien een jeneverrek te zijn. En er staat bijvoorbeeld ergens een staande horologie. Ik dacht, wat is dat? Is een staande klok. Oh, huh? Die bim-bam. Nee, nee, een rechtopstaande, zo helemaal groot zo. Ja, ja. Okay. Ja, hij zal ook wel geluid hebben gemaakt. Ja? Nou, maar dus dat is het. We gaan dus dat huis wel kunnen inrichten. Ja, u hebt die stukken bij u. Ik heb misschien kunt u bij een van de mensen thuis laten zien. En natuurlijk, we moeten op zoek gaan naar die stukken, naar dat meubilair ja. en die dingen. En we krijgen daarbij gelukkig ook hulp hoor. Want ik heb al toezegging van Nederland dat ik in de depots van musea mag kijken. Maar ik krijg ook mensen uit Suriname zelf. Die zeggen, ja. weet u, ik heb nog zo'n oud koperen fonteintje van de grootouders van mijn grootouders van mijn grootouders. Oh. Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, dus u twijfelt er niet aan dat u alles dat zou vinden. Dat we het gaan kunnen doen, zo. Ja. Oké, okay. Misschien is het leuk als u ons een beetje vertelt wat er allemaal in het huis was. Nou, bijvoorbeeld, het begint hier. Dus eerstelijke woonhuis, lang en breed 40 voeten, van bolle driehout. Met zijn nadere gebouwen hè? En timmeringen. En dan staat het precies, staande op de hoek van de Wagenwegstraat en de Herenstraat. Ja. Hè? En dan de meubels die ze erin heeft. Hè? En het mooie is, heel mooi, ze heeft het zelf ondertekend. Dus ik heb ook haar handtekening. Je kunt het kijk. Aan de mensen laten zien. Zie je hieronder is haar handtekening. Geweldig hoor. Ja. Dus we kunnen het zo authentiek mogelijk doen. Maar weet u, het is, we gaan ook wanneer het huis er is, wanneer het helemaal is ingericht en alles en zover, gaan we het ook heel zeer zeker toegankelijk maken voor jongeren, voor de scholen. Ja. We willen graag scholen erin ontvangen. Dan hebben ze een beetje idee hoe... hoe rijke mensen leefden in die tijd. Ja. Het brengt de geschiedenis een beetje dichterbij voor ze. Ja. Okay. Maar hoeveel geld is er nou precies nodig? Nou, mevrouw, dat is zeker zo. Kijk, we hebben het gebouw kunnen kopen van de overheid. Laat me daarbij zeggen. Er is een prachtige wet en regelgeving in Suriname, waardoor je zoiets kan doen. Ja. Ja, wanneer je, als mensen een monumentaal gebouw willen kopen om het te onderhouden, dan is er een wet, dan kan je het volgens die wet doen. Ja. En dat is heel goed. Ja? En dan blijft het ook onderhouden. Want dat is de bedoeling. Als ja. je het volgens die wet koopt, dan moet je het ook onderhouden. Oké. Okay. Ja? Nou, we hebben het geld gekregen voor de aankoop van het gebouw van de Nederlandse Nationale Postcode Loterij. Okay. Dat is een organisatie die goede doelen ondersteunt. Alle soorten goede doelen. Dus ook dit culturele, historische ja. goede doelen. En we moeten niet vergeten, en ons ook goed beseffen, dit is ook een deel van Nederlands geschiedenis, toch? Ja. Dus Surinaamse geschiedenis is een deel van Nederlandse geschiedenis. Dus die organisatie wilde ons graag ondersteunen om de aankoop te doen. Nu moeten we het restaureren. De restauratie gaat ongeveer 1 miljoen kosten. Dat geld hebben we nog niet. We hebben wel al een deel, dus we kunnen al beginnen. We zijn eigenlijk al in de beginfase hoor. Ja. Want dat kan je nog niet zo zeggen. Een miljoen SRD? Nee, 1 miljoen US dollar. Oh, oké. Okay. Ja? Maar we zijn al, er wordt aan gewerkt. U hebt gezien, er is die bouwschutting is er al omgezet. Ja. Dus de voorbereiding van de restauratie, eigenlijk van het begin, is al bezig. Want in het begin
wat er nu gaat gebeuren is, het is voor allerlei andere doeleinden gebruikt, toch, dat huis. Dus wat is er in dat huis gebeurd? Er zijn verkastingen. Dat is, als je airco gaat hebben, dan heb je dat nodig. Ja. Dus er zijn overal verkastingen. Plafonds zijn lager gemaakt. Dus er zijn overal dubbele vloeren, dubbele plafonds. Ja. Dat moet allemaal verwijderd worden. Ja, want het wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Juist. En pas wanneer al dit verwijderd is, dan pas ga je ook, je moet de oorspronkelijke constructie terugkrijgen. En dan pas ga je ook kunnen zien wat er allemaal fout is. Waar de restauratie, wat er allemaal gerenoveerd en gerestaureerd moet worden. We hebben wel aan de onderkant gekeken, hoor. Die mensen van vroeger bouwden echt heel degelijk. Dus bijvoorbeeld de balken onderin in de kelder. Zulke grote balken. Oké. Okay. Ja, maar het gaat allemaal natuurlijk veel geld kosten. Ja, maar jullie hebben al een deel binnen. Ja. Hoeveel is er nog nodig? En nog zeker 600.000. US dollar. En we zien dat stichtingen van bedrijven dus ook inspelen. En we hopen dat andere bedrijven ook over de brug komen. Ja, maar toen men hoorde dat ik vandaag een gesprek met u zou hebben, zijn er een paar mensen geweest die me hebben gevraagd, maar kunt u tante Cynthia vragen hoe de samenleving zelf ook een bijdrage kan leveren? Ja. Kijk, eigenlijk, COVID kon spoilen een heleboel. Mm-hmm. Want we hebben al twee keer een Elisabeth Samson event gehad. We zouden nog meer hebben. We gaan proberen, wanneer COVID voorbij is, gaan we proberen een telethon actie te hebben. Mensen hadden voor ons georganiseerd een historisch diner in de Herenstraat. Ja. We gaan diverse activiteiten, fundraising activiteiten gaan we hebben. Niet alleen in Suriname, maar ook. Ook bijvoorbeeld in Nederland. Er waren voor 2020 5 gepland in Nederland. 1 op Curaçao. 1 in Miami, bij Surinamers in Miami. Dat hopen we dat het nu wel door kan gaan, na COVID. Ja. Op die manier gaan we het doen. Want kijk, dit is niet iets van ons. Dit is iets van heel Suriname. Klopt. Ja? En het is Surinamers geschiedenis, het is Surinamers. Het is van de Surinaamse gemeenschap. Ja. Ja? Maar is er ook een rekeningnummer waar mensen eventueel een bijdrage op kunnen? Er is een rekeningnummer. En op die folder die ik heb gegeven staan rekeningnummers aan de achterkant. Ga maar even kijken. Bij de Surinaamse bank zie ik. Ja. Daar heb je rekeningnummers. Ja. Oké, ik weet niet of er ingezoomd kan worden. Of dat lukt. Maar zo niet. Heeft de stichting ook een Facebookpage? Laat me het even zo. Het staat hier. Dus ik weet niet of het lukt om in te zoomen erop. We hebben geen Facebookpage, maar we hebben wel een nieuwsbrief die gaat komen. En we hebben een website. Binnenkort hebben we een website. Oké. Okay. Ja? En daar kunnen de mensen dus ook alle informatie. Laat me meteen erbij zeggen. Ik ben natuurlijk voorzitter van die stichting. Maar het is een stichting en we hebben een geweldig bestuur. Ja? De andere mensen van het bestuur zijn Duncan Brunings, is de secretaris. Ingrid May is lid. Clifton Carofodi is penningmeester. En Karin Blufpand is lid. Het is een bestuur van 5 mensen. En ik moet zeggen, een geweldig bestuur die van alles doet. En eigenlijk me heel erg ontziet, hoor. Zij doen alles. En helemaal vrijblijvend. Niemand krijgt een maar cent één betaald. Rode cent. En behalve het bestuur hebben we ook nog een werkgroep. Waarin dus geïnteresseerde mensen zijn die ook allerlei dingen voor ons willen organiseren. En in orde maken, vooral wat betreft fundraising en zo. Ja, geweldig. Goed, dan mevrouw, ik ben gewend om uw tante Cynthia te noemen. Ja, dus daar zijn ik gewoon zo dat tv ook toe. Het is weer geweldig geweest om u hier bij ons te hebben en dat u ons geïnformeerd heeft. Is er tot slot nog iets dat u aan de samenleving wil meegeven? Ja, Surinaamse gemeenschap, laten wij met z'n allen onze mooie binnenstad, die op de werelderfgoedlijst staat, die zo mooi mogelijk houden. En, want het is van ons allen. Paramaribo is van ons allen.
En wij moeten er zelf voor zorgen dat het mooi en goed blijft. Oh ja, dus we moeten met z'n allen daaraan werken. Laten we hopen dat ze goed luisteren daarnaar. We moeten koesteren wat we hebben. En onze geschiedenis, ieders geschiedenis, dus ook de geschiedenis van het land, is een deel van... Het is niet mijn geschiedenis, het is ons aller geschiedenis. Klopt. En geschiedenis is altijd een deel van jou. Ja. Vandaag ben. Nee, ik herhaal dat prachtige Sranang spreekwoord. Imusabi trotro, fukan lukupe go. Mooi. En precies daarmee sluiten we het af.